Ik ben een levende slagboom, dus ik ga midden op straat staan en hou de mensen tegen om dan te zeggen van nou, weet je wel wat er overal in Dokkum hier vandaag te doen is. Ja, dus als dan aan de ene kant van de stad wat rustiger is, dan ga jij dat een beetje zo verspreiden? Ja, dan gaan we proberen dat de mensen zoveel mogelijk daar die kant op gaan. En lukt dat een beetje? Jawel hoor. Mensen denken allemaal van een slagboom, opeens midden op straat. Maar mensen blijven wel staan en luisteren wel naar je, dat scheelt. Vind je het leuk in Dokkum? Mooie brandweerauto, hè? Hij is een beetje verlegen. Hebben jullie het naar je zin hier in Dokkum? Ja, zeker. Ja, we zijn er net. Sorry hoor, mijn stem. We zijn er net, maar tot nu toe vinden we het leuk. En waar komen jullie vandaan? Uit Leeuwarden. We wonen in Westeinde, dus mijn man is hier opgegroeid. Dus we dachten, we komen even kijken. Ja, hartstikke leuk. En wat is hetgene waar jullie speciaal voor zijn gekomen? Hebben jullie iets in je hoofd dat je denkt, dat mogen we niet missen? Nou, ik zag dat er veel kinderactiviteiten zijn, dus ik dacht, dat is wel leuk voor de kinderen. Het is een komen en gaan van mensen hier. Dus voor ons is het hartstikke mooi om met mensen te kijken natuurlijk. Er zijn best wel mensen die af en toe vragen stellen. Wat is dit, wat is dat? Een hoop jeugd die komt even in een brandweerauto zitten. En drukt af en toe even een knopje in zodat de sirene afgaat. Dus nee, hartstikke mooi. En wat is voor jou nou het hoogtepunt? Waar kijk je het meest naar uit? De muziek 's avonds. Je kunt gewoon vrij naar alle podia's. Afgelopen nacht ook, je wandelt door de hele stad, overal bekende, overal mensen, fijne sfeer, goede muziek. Ja, machtig. Ja, machtig.